Nummer 8. Henk. Henk Posma. De man die dit allemaal organiseert. En dan wil ik wel even een klein applausje. Dat is wonderlijk. Het was allemaal weer voortreffelijk voor elkaar. Ja. Het is ondertussen Bianchi reizen. Maar... Ja, Joost, maar staan we 2 jaar weer met. Oké. Okay. Nou, dan laten we dit verder allemaal. De man op 8e plaats. Ik ga hem iets hoger inschatten. Ja, ik ook. Maar het been wat stilhouden voor overmorgen, denk ik. Ja, maar of voor over 2 jaar. Over 2 jaar. De man heeft tactisch reden. Denk ik ook. Het is heel tactisch reden. De man heeft heel tactisch reden. Even een interview tussen de deuren. Wist je wat zeggen? De man heeft tactisch gereden. Goed, we gaan naar de nummer 7. Marinus. Oeh, ja. Marinus. Ja. De man was wat ontgoocheld, want hij ging wat vreemd van start. Oh. Want door een rare startprocedure ja, was de jojo van peloton. Jojo die had voor mij. Die is gewoon voorgaan. Ja. Oh. Oh. Ja. Ja, toen was hij er toch wat af. Ja. Dat heeft hem een grote passie gekost. Doen, ja. 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 Toch zet deze man de hele week uit ontzettend sterk. Ja. Zo mag je het wel. Oké, jongen. Met de schil op de rug. Proost. Wiebren. Wiebren. Iedereen had hem hoger ingehaald. Ja. 15 minuten. Met, hij moest om 3 uur beginnen. Ja, iedereen is vanmorgen van start gaan en Wiebren is een beetje tegen de avond. Ja. En toch zesde. En toch heel knap dat hij nog zo dichtbij kwam, want de man die kan natuurlijk geweldig fietsen. Dat hebben we deze week wel gezien. Wiebren, klasse, man. Nummer 5, Wessel. Oei, Wessel van de Ploeg. Ook zo'n diesel. Ik heb klauwen, had hem minder haal. En ik voelde hem nog steeds in de nek, elk moment denk ik, daar komt hij weer. Was ik wel van plan. En het laatste stukje naar de tunnel. Had er nou een stukje vlak was geweest, dan was hij komen. Denk ik wel. Ik was erop voorbereid, okay. Maar ik had die verwacht. Dat was ik ook van plan. Klasse Wessel. Commercial break. Commercial.